De ondernemerschap is een belangrijke pijler waarop de economie blijft. Tijdens het werkbezoek aan Nikeri sprak ATV met enkele ondernemers over de huidige situatie in het district. Van worstverkoopstands tot schaafijsmannen en overige ondernemers. Nikeri staat bekend om zijn ondernemerschap. Het aantal ondernemers in dezelfde sector is echter geen reden voor concurrentie, maar juist van samenwerking. Wat zij de ondernemers graag hadden gezien, is als de ondersteuning vanuit de overheid beter op gang gebracht zou kunnen worden. Misschien dat vanuit de overheid een beetje meer power, dat gereguleerd weet je. Maar voor de rest gaat het wel. Ja, sowieso. Hoe lang onderneemt u al? Nou, al dit is bijna 3 jaar, maar ondernemen zelf al lang, 25 jaar. Maar dan in andere branches natuurlijk. Je moet jezelf sterk houden, want er is zoveel concurrentie. Dus als je op een concurrent gaat focussen, dan ben je sowieso. Ja. Ja. Je hebt, hoe zeg je? Ondernemers die elkaar helpen, weet je, elkaar stimuleren. En er is nooit ruzie tussen ons, weet je. Zo is het zo. Ja, samenwerken is er tussen ondernemers van Nikeri, hier vooral in deze warzone. Ja. Met het oog op verdere ontwikkeling van het district streven de ondernemers ernaar te blijven werken aan het corrigeren van gemaakte fouten. Op die manier kan de sector duurzaam tot ontwikkeling worden gebracht. Aldus een reportage over het bezoek van ATV aan Nikeri. Morgen meer nieuws over de actuele ontwikkelingen in het district.